Cardi B, bekend van nummers als Muni en Ilike IT, sloeg naar eigen zeggen een lucratief aanbod af omdat zij haar steun wilde betuigen aan Colin Kaepernick. De Amerikaan voetbalspeler die in 2016 als eerste weigerde te gaan staan tijdens het spelen van het Amerikaanse volkslied voorafgaand aan een wedstrijd. Mijn man is gek op Amerika voetbal. Hij zou heel graag naar de Super Bowl gaan, maar hij kan niet omdat hij ergens voor moet staan, zegt de 26-jarige Cardi B over haar man, tevens rapper, Offset. Daarom besloot ze niet in te gaan op de uitnodiging. Ze houdt er al bij al geminde gevoelens aan over, maar toch houdt haar loyaliteit stand. Kaepernick, de voetbalspeler, heeft zijn baan voor ons opgeofferd, voegt de voor 5 Grammy Awards genomineerde Cardi B eraan toe. De actie van Kaepernick was een protest tegen politiegeweld, ongelijkheid en andere sociale problemen, iets wat ook de rappers willen aanklagen. De voetbalspeler betaalde de prijs, hij zit nu nog zonder contract. Ook Cardi B zegt dat ze veel geld heeft laten schieten door het aanbod af te slaan. Niet de eerste keer. Ook verschillende andere artiesten, onder wie naar verluidt Rihanna en PNK, sloegen een uitnodiging af om op te treden tijdens de rust van de Super Bowl. De finale van het Amerikaan voetbalseizoen. Uiteindelijk gaan Maroon 5, Big Boy van Outkast en de rapper Travis Scott wel optreden. Eigenlijk is de Super Bowl een sportwedstrijd, waarin de Amerikaanse finale van het Amerikaan voetbal wordt gespeeld. Jaarlijks kijken er tot wel 114 miljoen mensen naar het evenement op televisie, niet alleen voor de sport maar ook voor de iconische optredens en zelfs voor de opmerkelijke reclames.